Hij is al in de film. Ja, daar is hij. Komt-ie, de ijsduiker. Grote knobbel op zijn kop. In de matte haven. Onderdeel van ons is het momenteel echt bar en bar koud. De wind komt uit het oosten. Dat kunnen we zien aan de windmolens. Het is echt verschrikkelijk om hier te staan. Maar we doen het geheel vrijwillig. Want we staan nu, we staan nu aan de rand van de Mattenhaven. En er worden al een paar weken ijsduiker en parelduiker gezien. Nou, die wilden we ook wel eens even bekijken. Oh, wat zeg je, Sjaak? Heel flauw in de kant, zegt hij daar. Zo een beetje de kant. Aan de andere kant. Ja, we moeten naar de andere kant. Maar eventjes de vlog inspreken. Je ziet hier in die motten. Uit. Hier in die Mattenhaven worden mosselen gekweekt. Je ziet het, dat zijn hangcultures. Onder elk boeitje hangen mosselen. Dat zijn de beste mosselen die er zijn. En tussen die boeien, daar jagen momenteel een parelduiker en een ijsduiker. Ik heb hier denk ik de parelduiker in beeld. Dan zou dit de ijsduiker moeten wezen. Ja, dat denk ik. Hop, die duikt ook. Die gaat weg. Het is allemaal wel op grote afstand. Dus wil je hier die beesten gaan bekijken, neem een goede verrekijker mee. En zeker ook een goede telescoop. Maar dan zie je zo midden in je beeld. Dat is een parel, hè? Ja, het lijkt me ook. Die ijsduiker heeft echt een grote knobbel op zijn kop. Dat heeft deze niet. Ja, die een dikkere kop. Ja. Dit is de ijsduiker. Heeft een knobbel op zijn kop. Ligt hier vlak voor het strand. Hé, daar gaat een grote ster hiervoor. De grote sterren. Ja, daar heb ik hem, daar heb ik hem. De grote sterren in de winter. Het is december en we zien de grote sterren. Ongelooflijk. Mooi man. Waar zit hij nou? Oh, daar. Hij is echt aan het jagen. Maar er zit hier ook weer voedsel, hè, voor zo'n beest. Kom mooi, ik heb echt een mooi, ik volg hem. Bam! We liggen nu op het strand. We zijn naar beneden gerend. Om de pareldijker te filmen. De pareldijker. Oh, nee, dit is de ijsduiker. Ijsduiker. Die heeft een knobbel op zijn kop. Dit is de ijsduiker die nou in beeld is. Hij heeft een knobbel op zijn kop. Echt een slagschip. Waar admiraal de Ruiter jaloers op zou zijn. Wat een beest is dat. Echt waar. Echt een knoepert van een beest. Dat zou je misschien niet zeggen, maar... Echt een mega beest is dit. Wat een machtig beest. Hij poest zich. Wat zijn veren, dat is belangrijk. Veren moeten vet zijn, want anders laten ze water door en dan gaat hij eraan. Dit is echt een beest, jongens. Mooi om toch te zien. Prachtig. Dat wiepelt dan maar op de golven. Hij heeft totaal geen last van de kou. Zolang zijn veren dek maar vet blijft. Dan is hij nou mee bezig. Zich helemaal in te vetten. Nou. Ik hoop dat ik genoeg vet heb om deze kou te verduren. Wat een beest. Hij zit daar maar. Ja, ik ook, jongen. Ik ril echt.